TBN Prime Alert van woensdag 19 februari 2014. Uw aandacht voor de headlines. Miss Suriname-kandidaten stellen zich voor en praten openlijk. Eerste Bonnie-dag herdacht. 58-jarige dief neergeschoten te Magentaweg. Maan neergestoken door straatrover. Beledigen mag het wel of niet. 3 mannen aangehouden in zaak dood Chinese man. Forse toename export verse Surinaamse producten. En woning Indonesiaweg afgebrand. Op 5 april aanstaande wordt Miss Suriname 2014 gehouden. En ik hoef het niet te zeggen, trouwens, u weet het, de organisatie, als ook de meisjes, die liggen flink onder vuur. Er wordt heel veel kritiek geuit, vandaar dat wij van TBN Prime Alert hebben gemeend, om toch wel een vraaggesprek te hebben met deze jonge dames, die zullen strijden om de titel van Miss Suriname, zodat de gemeenschap toch wel een beeld krijgt om welke meisjes het gaat en wie ze allemaal zijn. Want ik denk, en laten we allemaal daarover eerlijk zijn, ik denk niet dat we uit één avond al hun hele leven kennen om te kunnen zeggen wie ze zijn en wat ze allemaal doen. Vandaar dat we gemeend hebben om de komende dagen u een beeld te geven en de dames aan u één voor één te presenteren. We zitten er vandaag met de allereerste en zij is Shamara Klaverweide. Shamara Klaverweide. Wie is Shamara Klaverweide? Shamara Klaverweide is een dame van 23 jaar. Zelfverzekerd van alles wat ik doe. En voor de rest bezig met studeren. Mm-hmm. Bezig met studeren. En alles wat positief is in het leven. Oké. Okay. Wat studeer je? Ik ben momenteel bezig met rechten. Mm-hmm. Okay. En ik heb daarvoor accountancy gedaan, maar niet afgerond. Oké. Okay. Waarom doet Shamara mee met Miss Suriname 2014? Ik doe mee aan Miss Suriname 2014. Omdat ik dit altijd gewild heb om mee te doen aan een beauty pageant. Ik was altijd iemand die me schaamde om naar buiten te komen. Mm-hmm. Maar toen dit moment aanbrak, toen dacht ik van oké, ik moet me inschrijven om naar buiten te komen en meer zelfvertrouwen op te bouwen. Oké. Welke projecten liggen dicht bij je hart, Shamara? De projecten die dicht bij mijn hart liggen zijn jonge kinderen, met name weeskinderen die geen vaderliefde nog moederliefde hebben gehad. En sowieso de seniorenburgers, want naar hun wordt het niet echt omgekeken, terwijl hun het voorwerk voor ons hebben gedaan. Okay. Ja. Hoe ga je om met kritiek? De laatste tijd hebben wij als meisjes veel kritiek gehad. Ook naar mijn persoon. Mm-hmm. Veel karikatuurtjes gemaakt, op Facebook geplaatst. Maar daar lach ik allemaal om. En word ik sterker. En geef het mij de moed om veel verder te gaan en meer naar buiten te komen. En uit al deze negatieve kritiek zet ik om in positieve kritiek. En sowieso heeft de organisatie ons heel erg ondersteund hiermee, hoe we om moeten gaan. En wij hebben ook geleerd, ik persoonlijk ook, heb ook geleerd om verder te gaan hiermee. Want voor het eerst in mijn leven heb ik zoveel kritiek gehad. Oké. Okay. Ja, ik zie dat je lacht om alle kritieken. Ja, sowieso, omdat, ja, nou ja, ik vind die mensen een beetje zielig die dit soort dingen doen. Ik bedoel, van als hun op onze plaats konden staan, dan zeg ik van waarom ga jij niet on stage en dan bewijs jezelf, weet je. Dus okay. Ja, dus het geeft me alleen maar om te lachen. Oké. Okay. Er is ook heel veel kritiek op de organisatie, zoals je dat zei. Is er iets mis met de organisatie? Zo vanaf dag 1, de selectie, vanaf de selectie plaatsgevonden, heb ik niets negatiefs opgemerkt binnen de organisatie. En ik zit er al maanden in en nog steeds niet. Integendeel hebben ze ons heel goed opgevangen hoe we om moeten gaan met deze kritiek in groepsverband en sowieso ook face-to-face, onder vier ogen. En tot nu toe heb ik niks negatiefs gemerkt. Ja. Het blijkt alsof mevrouw Farida Subhan toch jullie, ja, hoe moet ik het zeggen, heel slecht zou behandelen. Nee hoor, helemaal.
Mm-hmm. Integendeel, als we iets verkeerd doen, worden we gedrild en dan weten we van oké, ja, dat moeten we niet meer doen. Maar het is negatief hoor, of dat zou ons slecht maken, helemaal niet. Nee. Waaruit put je je kracht, Shamara? Ik put mijn kracht persoonlijk uit mezelf en uit mensen uit mijn directe omgeving. Mm-hmm. En sowieso ook van gewoon kleine dingetjes. Zoals? Bijvoorbeeld, waar we trainen is er altijd een poes. En ik heb daarvan dus gewoon een foto gemaakt. Ik ga altijd met hem spelen of zo. Dus dat soort kleine dingen. Want je hebt mensen die ze haten poezen. Die zouden niet eens omkijken naar dat beest. Maar ik ga met hem spelen of zo. Ik roep hem. Oké, dat zijn kleine dingen, put jij je kracht vooral ook. Wat wil je over 10 jaar bereikt hebben? Over 10 jaar wil ik mezelf... wil ik zelf sterker staan in mijn schoenen en mijn rechtenstudie hebben afgerond. En wat ik allemaal wil bereiken in mijn leven, hebben bereikt. Je diploma is je eerste man? Ja, sowieso. Wat zou jij van hieruit aan elke Surinamer, maar in het bijzonder aan elke jonge Surinaamse vrouw willen zeggen? Aan elke Surinamer, in het bijzonder de Surinaamse jonge vrouw, zou ik willen zeggen, blijf altijd jezelf. Ik doe altijd de positieve dingen. En ik zeg altijd, het maakt niet uit van waar je komt, maar waar je naartoe wil gaan. Wat je ook hebt meegemaakt. Het komt zeker goed en het gaat altijd lukken als de wil er is. Helemaal goed. Dankjewel Shamara Klaverweide. Heel veel succes. Dankjewel. Wie is Jennifer Gobin? Jennifer Gobin is 21 jaar. Ze houdt van lachen. Omdat ik dus geloof dat een vriend, een smile op het gezicht, een goede weergave is van een vriendelijk hart. Verder houdt Jennifer ervan om te luisteren naar iedereen die zijn of haar hart wil luchten. Okay. Waarom doe je mee met Miss Suriname 2014? Ik doe mee met het Miss Suriname contest. Omdat dit een manier is voor mezelf om mijn grenzen als het ware een beetje uit te breiden. Mm-hmm. Een beetje meer zelfvertrouwen op te bouwen. En ja, eigenlijk meer om te kijken wat ik eigenlijk nog meer in me heb om eruit te laten. Okay. Welke sociale projecten liggen dicht bij je hart? Ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in iemand beschikbaar stellen om te luisteren naar wat je eigenlijk op je hart hebt, zonder dat je het moet horen van anderen, van hey, die heeft dat gezegd of die heeft zo gezegd. Dus eigenlijk je hart kunnen luchten binnen gesloten ruimtes. Dus dat is eigenlijk mijn nummer 1 doel. Okay. Hoe ga jij om met kritiek, Jennifer? Ik neem het op. Positieve kritiek die ik kan gebruiken, pas ik toe. En alle negatieve kritiek laat ik maar gaan. Er is heel veel kritiek op de organisatie en op de contestanten, dus waaronder ook jij, want jij bent een van de 8 contestanten. Wat vind je allemaal hiervan en hoe ga jij hiermee om? Nou, ik vind niet dat alle kritiek terecht is. Ik zeg van als je je mening wil geven, doe het op een nette manier. En dan kan je zoeken naar een oplossing, gezamenlijk met de organisatie. Maar ga niet beledigend bezig zijn, vooral niet naar de missen toe. Want je speelt ook met hun gevoelens. En wat mij betreft, ik weet wat ik kan. En dus ik stoor me niet aan alle kritiek. Ja, maar is er, voor wat jouw persoon betreft, veel kritiek geweest? Ja, vooral op Facebook. Ja, maar stoor je daaraan? Nee, helemaal niet. Ik vind dat de mensen die dat allemaal doen eigenlijk nou niet echt iets met hun tijd te doen hebben als ik moet kijken naar alle filmpjes en foto's die ze hebben bewerkt. Okay. En de organisatie, die zou een boeman zijn of een boefrouw zijn, wat zeg jij daarover? Naar mijn mening niet, want ik heb niet slechts ervaren, sinds ik meedoe. Integendeel hebben ze ons ondersteund, ons gezegd van maak je niet druk met wat ze zeggen. Weet je weet waarvoor je gaat, dus you know, stoor je niet eraan, laat het gaan. Oké.
Okay. En waaruit put Jennifer al haar kracht? Eerlijk, ik vraag God elke dag om mij die nodige kracht te geven, om alles dat op mijn pad komt aan te kunnen. Heel mooi antwoord. Wat wil Jennifer over 10 jaar bereikt hebben? Over 10 jaar wil ik sowieso mijn studie psychologie afgerond hebben. En als het kan en als alles goed zit, ook mijn eigen kantoor hebben opgezet. Grote dromen. Ja. Goed, wat zou jij van hieruit, Jennifer, aan elke Surinamer, maar in het bijzonder aan elke jonge Surinaamse vrouw willen zeggen of willen meegeven? Aan alle Surinamers wil ik zeggen, heb geloof in jezelf. Laat niemand je zeggen dat je niet goed genoeg bent om wat dan ook te doen. Zolang jij jezelf 100% inzet, kan je alles bereiken dat je wil. En aan elke jonge Surinaamse vrouw ook hetzelfde? Eigenlijk wil ik ze meer meegeven. Heb zelfvertrouwen. Wees zelfverzekerd en ga voor any doel. Dankjewel Jennifer. Heel veel succes. Dankjewel. De Federatie voor Afrikaans Ranamang onder voorzitterschap van de heer Iwan Wijngaarden heeft vandaag de eerste Bonnie-dag herdacht. U weet het, in de geschiedenisboeken staan Bonnie, Baron en Jolicoeur afgeschilderd als criminelen. Maar wie zijn of haar geschiedenis toch beter kent, weet dat we hier te maken hebben. Laat me beginnen. Wat is het verschil tussen de zoveel helden van Suriname met Bonnie? We hebben in Suriname mensen gekregen uit Afrika naar Suriname, toen de tijd, om te werken voor de kolonisator. En heel vroeg al zijn heel wat mensen, omdat slavernij hoort niet bij mensen. Het hoogste goed is vrijheid. En zo zijn ze begonnen al in 1630, toen de Engelsen hier waren, gingen mensen al vluchten naar de bossen. De bossen die we kennen is voor vogels, dieren en vissen. Maar mensen zijn zich daar gaan vertoeven voor de om vrijheid. En toen de tijd is het al begonnen. We hebben het verzet gehad, de helden hebben gehad. Die gevlucht zijn naar het binnenland, naar onze bossen, en helden die in de stad gebleven zijn. Laten we beginnen met de helden die weggelopen zijn naar de bossen. Kunnen we indelen in 6 groepen. We hebben groepen gehad die mensen van de Kotika-rivier, jullie weten dat ligt meer in het oosten. Kotika en de Komewijnen ligt in het noordoosten van Suriname. En we hebben plantage gehad in de Suriname-rivier, rond Paramaribo, meer richting Salamaca. En zo hebben de mensen die strijd geleverd hebben, ze hebben zichzelf in 2 groepen verdeeld. Eén van het oosten, daar praten we over de Aucaners, de Paramacaners en de Boni of Aluku-negers. En dan hebben we in het zuiden, het zuidwesten van Suriname, hebben wij de Salamacaners, de Matavariërs en de Quinties. En de mensen die gevochten hebben hier in het begin rond Paramaribo en toen de eerste kolonisatoren hier waren, zijn de Quinties. Uiteindelijk heten ze Quinties, maar er waren degenen die eerst begonnen zijn rond Paramaribo en de anderen hebben voornamelijk gevochten aan de plantages om het onaangenaam te maken voor de kolonisator. Nu zijn we 2 groepen. We zijn met boten gekomen uit Afrika, is 1 volk naar Suriname gekomen en door het verzet om vrijheid hebben we 2 groepen gehad. 1 nogmaals in het binnenland, we zeggen van een slaven tot slaafsgemaakte die zich vrijgemaakt hebben en in de stad. In de stad hebben we ook grote
verzetstrijders gehad. Denk maar aan Tata Koling. Denk maar aan Broos. En aan de Suriname Rivier. Denk maar aan Cojumente present Tom, Christian en Betsy in Panama. Denk in Komewijnen op de plantages van Missiseri en zijn zoon Zondag. Ze zijn allemaal mensen die gevochten hebben om vrijheid. Ik zeg dit omdat het vaak een strijd is tussen één groep mensen die hier gekomen zijn. Die als slaaf gekomen zijn en ze hebben gevochten om vrijheid. Niemand, de grootste boosdoener is de kolonisator. Degene die ons hier gebracht heeft en het is begonnen al in Afrika. Het is begonnen op de boten en het is begonnen hier in het binnenland en in Paramaribo. Hiermee wil ik zeggen dat we allemaal gestreden hebben. Niemand heeft meer gestreden dan de anderen. Alleen zal je altijd verschillen hebben van mensen die zich inzetten voor de vrijheid. Daarom wil ik het verschil van de mensen die gevlucht zijn naar het binnenland, die gevochten daar tegen de slavernij. En dat zijn die zes groepen die ik genoemd heb. En je hebt het verschil van die zes groepen, heb je één groep, de Alukus en de Boninegers, die hebben zich gescheiden of die hebben een verschil gebracht tussen al die andere mensen die vochten. Als je vecht voor vrijheid, dan kan je niet half en driekwart vechten. Je vecht om vrijheid. Je moet vrij zijn. En waarom Bonnie verschilt met de andere strijders, is dat hij gevochten heeft om vrijheid. Absolute vrijheid. Geen besluiten zoeken en zeggen, nou we gaan het half doen of driekwart doen. Hij wil helemaal vrijheid. Af met de slavernij. Want dat is, vrijheid is het hoogste goed van elk mens. En dat is het verschil van Bonnie. Daarom vieren we Bonnie nu hier. Als we kijken naar al de gevechten, denken we maar aan voor Fort Buku heeft hij gevochten. In Fort Buku heeft hij gevochten. We weten allemaal dat Fort Buku een enorm strategisch punt was in het gevecht in Suriname. Nadat de vrede gesloten zijn met de Alkaners in 1760. En is Fort Buku gekomen omdat Bonnie zich niet wilde sluiten met een half of een driekwart vrijheid, maar absolute vrijheid, is hij gaan vechten samen met Baron en Jolicoeur. En zo hebben we Fort Buku gehad. En Fort Buku heeft gevochten tot en in 1772. Dit fort door verraad nogmaals. En het heel vervelende van is dat verraad gepleegd werd door onze eigen mensen. Eigen mensen die in Katibe waren, die in slavernij waren. En het fort is vernietigd. We hebben gezien dat in Paramaribo, en de mensen die meegevochten hebben, noemden ze redimusus. Je hebt gehoord van redimusus. Zijn mensen die betaald werden door de toenmalige machthebbers om hun te helpen, om hun eigen broeders en zusters te gaan halen in het bos en wie slecht doet in hun ogen te vermoorden zelf. Dat is zijn de redimusu. Bonnie noemde zich de bloedhonden noemde hij ze. Hij was zo boos op verraders, dus hij is heel erg wreed geweest ook tegen, je zou zeggen je eigen mensen, maar mensen die verraad plegen. En ik denk dat we nooit en te nimmer als opgroeiende mens vrienden moeten hebben die verraad plegen. We moeten steeds het verraad de kop indrukken en dat geeft Bonnie ons als voorbeeld. Na het gevecht in het verlies in 1772 is Bonnie zich gaan versterken, daarna ook gevochten, maar in 1775 naar de Franse kant gegaan om versterking te zoeken. Hij heeft daar jaren gezeten en hij heeft een zeg maar gemeenschap ontwikkeld waar meer dan 500 mensen er waren. Met toestemming van de Fransen en een deel gesloten toen met de Nederlanders en de Fransen dat ze niet zullen vechten vanuit Frans grondgebied naar Suriname, maar zullen vechten van het Surinaams grondgebied. En zo is hij in 1788 teruggekomen naar Suriname om te vechten tegen de kolonisator. De mensen die
ons tot slaaf gemaakt hebben. De 58-jarige dief Anthony D. is vanochtend neergeschoten op een erf aan de Magentaweg. Hij werd geraakt aan zijn onderbeen en is na medische behandeling op de spoedeisende hulp afgevoerd naar het politiebureau. Gebleken is dat een huisbewoner vanochtend de man zag op zijn erf. Hij hield de verdachte toen onder schot met zijn jachtgeweer. Vervolgens zou de huisbewoner zijn vrouw hebben toegeroepen om de politie op te bellen. Toen Anthony dat hoorde, maakte hij zich uit de voeten en wilde over de schutting springen. Op het moment dat hij over de schutting wilde springen, is hij door de huisbewoner in zijn onderbeen geschoten. Anthony had al 4 onderleggers weggenomen die op een tafel lagen achter het huis. De schutter is in het bezit van een vuurwapenvergunning. Anthony D. is hangend onderzoek door de politie van de Nieuwe Grond in verzekering gesteld. Een 30-jarige man is gistermiddag door een straatrover neergestoken en beroofd van zijn tas inhoudende een tablet, een iPhone, een Chinees paspoort en 100 Amerikaanse dollars. Het slachtoffer stond aan de Marwijnenstraat op een bus te wachten toen hij werd aangevallen door de straatrover, die gewapend was met een scherp voorwerp. Deze crimineel bracht het slachtoffer enkele steken toe en beroofde hem van de tas met inhoud. Na deze daad rende de crimineel weg en moet daarna plaats hebben genomen in een gereedstaande auto. Het slachtoffer is zwaar gewond geraakt en is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis. Kijkers, we zijn vandaag wederom de binnenstad ingegaan en hebben wederom gemeend om een vraaggesprek te hebben met verschillende Surinamers. Vandaag willen we het hebben over belediging of het beledigen. Goedendag jongeman, wat is jouw naam? Ormildo, Veland. Ja, Ormildo. Ja. Hoe sta jij tegenover beledigen? Nou, beledigen. Kijk, ik denk dat nu iets anders is dat ik dan meer zou praten over Mehari gewoon, snap je? Mm-hmm. Maar het is in het echt wel een belediging. Mm-hmm. Ik denk dat het lastig is. Je moet kijken hoe ver je gaat in je belediging in je hari. Mm-hmm. Bepaalde mensen vinden het vreselijk van, hé, je mag play harma. Dan, nou, mina harma. Ik denk dat bij bepaalde mensen kan het zo erg worden dat ze dichtklappen. Okay. So, ik denk dat je eigenlijk moet kijken hoe ver je gaat, met wie je dat dan ook doet. Ja. Beledig je wel eens? Ja, ik beledig wel eens. Dus naast wat ik zeg, mijn haar aan maand, een hari, ja, dat wel. Maar hoe ver ga je? Nou, ik maak gewoon gebruik van de situatie. Stel dat de persoon een taalfout heeft gemaakt. Ja, okay. In Nakwa Nederlands, okay. Dat bedoel ik. Maar niet echt dat van, hé, je draagt een boerka, je bent een terrorist. Niet om te beledigen dus? Nee, dus niet zo ver dat je gaat op racistisch gebied of gaat beledigen op basis van geloof. Ben jij wel eens beledigd? Ja, maar niet in die mate van dat het een beetje gaat naar racistisch of nee, dat niet. Dankjewel, heel veel succes. Oké, dank u. Ja. Ik heet Savero. En jouw naam? Euphrasia. Ja. Als ik zeg beledigen, wat komt er in je op? Iemand pesten, treteren. Mm-hmm. Ja. Beledig jij wel eens? Nee, niet direct in de zin van beledigen, maar ja, ik beledig niet. Ja, en jij? Nee, ik beledig niet. Ja, maar ben jij wel eens beledigd geworden? Ja, toch wel. Een aantal keer. En hoe ging je toen ermee om? Je zit ermee, dus je weet gewoon niet hoe het te verwerken, maar je zit ermee net als een trauma. Oké, maar de persoon die jou beledigde, heb je hem hierop gewezen? Nee. Mm-hmm. Nee. Maar het hinderde je wel? Ja, het hinderde me wel. Ja. Maar ben je nu eroverheen? Ja, toch wel, want het is al lang geleden. Dus. Mm-hmm. En wil je met ons delen waarover de persoon jou heeft beledigd? Of zeg je liever niet? Nee, liever niet. Ja? Want het is ook al een tijdje. Je bent eroverheen dus. Ja. En jij, ben jij wel eens beledigd? Nee hoor, misschien een grap wijzen kan, maar met het echt niet. Nee hoor. Mm-hmm. Maar jongeren over het algemeen, beledigen ze wel graag?
dat doen ze wel graag hoor. Maar bij mij niet, komt het niet zo vaak. In vriendenverband kan het wel. Dat namor voor haar, je weer haar maken. Dat alleen, maar niet echt. Dus op de persoon meteen direct op de persoon afgaan met een belediging, nee. Ja, maar past het wel om iemand te beledigen? Nee, het past helemaal niet. Want je weet niet hoe de persoon zich gaat voelen daarna. Je weet niet wat de persoon kan overkomen wanneer je die persoon hebt beledigd en zo. Dus daarom zeg ik van nee, liever niet beledigen. En jij, wat zeg jij? Ik zeg ook liever niet beledigen. Mm-hmm. Want als ik word beledigd, voel ik het. Dus ik moet ook weten van hoe zou ik voelen als ik iemand beledig. Dus liever niet beledigen. Dankjewel, fijne dag verder. Zelfde. Ja. Goedendag. Ja, goedendag meneer. Ja. Vandaag hebben we het over beledigen. Wat vind je zelf ervan? Beledigen, ik vind is het goed of is het niet goed? Het is niet goed voor mij. Want ik was wel een keertje beledigd door iemand. En ik vond het niet leuk. Okay. En ze had me beledigd voor mijn medestudenten. En op die dag, moest ik eigenlijk les geven. Hè? Voordat ik mijn les had gegeven, heeft ze me 2 minuten voor mijn les heeft ze me beledigd. Okay. En op dat moment, toen ze me beledigde, vraag ik de heer, geef me, laat me geen antwoord geven. Dus ik vond het helemaal niet leuk om iemand te beledigen. Okay. Het is helemaal niet leuk. Ja. Maar heb je de persoon die jou beledigd had daarna hiermee geconfronteerd? Nee, ik heb er. Maar ik neem aan dat het je wel pijn heeft gedaan. Ja, het heeft me wel pijn gedaan, ja, maar. Ben je nu eroverheen? Ja, toch wel. Ja. Ja. En personen die beledigen, mensen die anderen beledigen, wat zou je aan hun van hieruit willen zeggen? Zo, die mensen die andere mensen beledigen. Ja. Laat ze een meestappen, want het is niet een goed. Wanneer iemand je beledigt, toch? Het is echt niet een goed gevoel. Je voelt je helemaal niet goed. Want de dag toen ik beledigd werd, ik vond het helemaal niet leuk. Dus die mensen beledigen, laat ze ermee stoppen. Want het geeft geen goed gevoel voor die persoon dat je gaat beledigen. Okay. Nee, helemaal duidelijk. Dankjewel, fijne dag verder. Oké, dank je. Ja. Stefania, beledig jij wel eens? Kan soms. Mm-hmm. Als die mama beledigt. Maar word je wel eens beledigd? Komt niet vaak voor. Ja. Nee. Maar als je beledigd wordt, waarover gaat de belediging meestal? Het kan zijn dat ik misschien ruw heb gesproken of zo. Of misschien heb ik iets gedaan dat die persoon niet leuk vindt. Zo. Maar vind je dat jongeren over het algemeen elkaar toch wel veel beledigen? Ja, het komt vaak voor. Het gaat meestal erom van, je moet leren praten met de ander. En als de ene dat niet kan, vindt die ander niet leuk, zeg maar. En dan gaat die ander iets lelijks zeggen tegen de ander. En dan gaat het gewoon maar door. Want die gaat beledigen, gaat die andere door met beledigen. Ja, zo. Ja. Nu hebben we de Miss Suriname verkiezing. Heb je het een beetje gevolgd dat de dames toch wel beledigd worden? Ja, ik heb het zo een beetje gevolgd en ik heb de reacties gezien, maar ik vind dat die mensen toch gewoon kritisch zijn geweest. Die mensen hebben hun mening gegeven. Niet dat ze overdrijven? Nee, ik vind dat ze hebben overdreven hoor, want ik heb ook gereageerd. Op een, en heb jij beledigd? Nee, ik heb mijn mening gegeven. En wat heb je gezegd? En op Facebook heb ik gereageerd van, sowieso was make-up van ze te veel. Het was gewoon druk. Het was gewoon druk, ja. En die glitters aan hun buik was echt zo. Het was ook te veel, want bepaalde van die kinderen hebben al een dikke buik. En met die glitters erbij leek het nog dikker. Dus het is geen beledigen, het rust op de waarheid. Ja. Maar stel dat jij daar had gestaan en men dat over jou had geschreven? Nou, voordat je iets gaat doen, moet je nadenken. En als je erover hebt nagedacht, ga je advies vragen. En volgens mij heeft Farida de leiding, volgens mij. En het is aan, er zijn regels. Je moet zo lang zijn, geen dikke buik en al dat soort dingen. Dus het ligt eigenlijk aan Farida, wanneer die meisjes zeg maar komen om te selecteren. Voordat je gaat selecteren, moet je zeggen van,
jij hebt een dikke buik, dus je kan niet aangenomen worden en zo. Het ligt eigenlijk aan haar, want daar begint het. Okay. Je moet eerst selecteren voordat je die meisjes verder laat gaan. En je hebt gezien dat ze een dikke buik hebben. Want kijk hoe ik hier ben, ik ken de regels, dus ik ga niet gaan staan dat ik aan mijn tsunami mee ga doen. Mm-hmm. Want ik voldoen niet aan al die eisen. Mm-hmm. Ja. Maar vind je niet dat mensen, je mag kritisch zijn, maar vind je niet dat bepaalde van de reacties toch wel, iedereen mag zijn of haar mening geven, sowieso. Klaar. Maar denk je niet dat ze een beetje te in de richting van belediging zijn gegaan? Ja, ik kan het niet hebben over al die reacties, want ik heb niet al die reacties mm-hmm. gevolgd. Tot wat ik heb gezien, dat er... Ze zijn echt beledigd. Er zijn ook mensen die een beetje beledigend, die een beetje, ja, hun reacties zijn beledigend overgekomen. Okay. Maar ik kan niet eraan komen, zijn die mensen hun meningen. Ik kan niet eraan komen, die vindt dat en ik vind wat anders. Mm-hmm. En als die persoon van nee, ik vind dat dit het is, dan is dat het. Ik kan daaraan niet komen. Ja. Maar goed, jij bent geen voorstander dus dat men anderen graag beledigt. Op zo'n manier aan de hand van als het aan dat van mijn Suriname ligt. Nou, ik weet het. Ik weet het. Dat zijn die mensen hun dingen, maar ik vind het niet zo'n goed idee als je steeds mensen zit te beledigen. Want jij zelf gaat het niet leuk vinden als iemand je beledigt. Dus ik heb het graag dat je het niet doet. Okay. Ja. Heel mooi. Dankjewel. Fijne dag verder. Oké, hetzelfde voor je. Drie mannen zijn gisteren aangehouden en in verzekering gesteld. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een Chinese man op 1 februari van dit jaar. In de vroege ochtend van dezelfde dag was de zwaargewonde Chinese man overgebracht naar de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De personen door wie het slachtoffer naar de spoedeisende hulp is gebracht, zijn weggegaan zonder hun personalia door te geven aan de hulpverleners. Sectie heeft uitgewezen dat het slachtoffer door stompgeweld zodanig gewond is geraakt dat hij dood is gegaan. De persoonsgegevens van de dode man zijn nog niet bekend bij de politie. De zaak is in onderzoek bij de recherche van het bureau Geiersvliet. Air France, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij KLM en Martinair Cargo hebben samen met hun klanten in Suriname een bijdrage geleverd aan de groei van de export van verse groenten, fruit en vis. De bedrijven melden dit in een bericht dat het Variation Fresh Go for Growth Award Program in Suriname geslaagd is. De luchtvaartmaatschappijen constateren een toename van 46% van het exportvolume in 2013 ten opzichte van 2012. Dit is heel positief wanneer de cijfers hebben uitgewezen dat de vrachtcapaciteit in het eerste kwartaal van 2013 met 30% is afgenomen. Het succes vieren de bedrijven woensdag met een cocktailparty in Royal Torarica. Op deze dag zullen de winnaars van het vierde kwartaal hun awards in ontvangst nemen. De overal winnaars zijn Sufep NV en GoPax International NV voor respectievelijk het hoogste exportopbrengst en de hoogste exportvolume. En de winnaars van het vierde kwartaal zijn geworden Sufep NV, MN Food Impex, Nissam Export en Anoop Impex. Op basis van exportvolume. Het programma is gestart in januari 2013 en duurde tot en met december 2013. GoPax International NV is zoals het eerste, het tweede als het derde kwartaal de winnaar geweest. De runner-ups van ieder kwartaal zijn beloond met een certificaat uit dank voor hun deelname en hun inzet. Deze waren Central Freight Services NV, GoPax International, Anoop Impex, DASA Impex, MN Food Impex, Sufep NV en Nissam Export.
De brandweer van Nikeri is vanmorgen uitgerukt om een brand te blussen aan de Indonesiaweg 216, een zijstraat van de Pisang Kapokweg in de oostelijke polders. Toen de brandweer arriveerde, stond de houten woning reeds in lichte laaien. De brandweer kon alleen nablussingswerkzaamheden doen. De melding kwam binnen om 9:43 uur. De brandweer was binnen 12 minuten ter plaatse. De woning was wel tegen brand verzekerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De complete inboedel en 2 voertuigen zijn afgebrand. Tijdens de brand was er niemand thuis.